ga nu programma 1 erin zetten. Dus wat ik ga doen, ik ga een aantal zaken veranderen. Dit is het aantal onderwikkelingen. Die ga ik veranderen naar 3. Het aantal bovenwikkelingen ga ik op 2 laten staan. Dit is de foliespanning, dus hoe strak er gewikkeld wordt. Die ga ik 2 puntjes verlagen naar 28. Dus de rotatiesnelheid van de draaitafel, die ga ik iets naar beneden brengen. Dus de stijgsnelheid van de foliewagen laat ik op 65 staan. En de daalsnelheid breng ik naar boven naar 70. Nu heb ik die parameters veranderd. Dan ga ik dat opslaan, dan druk ik op save. En dan wil hij maar weten, oké, waar ga ik die wegschrijven? Ik wil op dit moment wil ik hem wegschrijven als zijnde programma 3. Dus ik heb hem naar 3 gedrukt. En dan druk ik nog een keer op save. Nou heeft hij die waarde die ik net veranderd heb, weggeschreven in programma 3.